Hallo allemaal. Het is vrijdag 10 september. Het is nog steeds prachtig weer. Na een flinke onweersbui gisteravond. Dit is een dedantkast. Ik wil nog even kijken hoe het staat hier met de wintervoorraad. Ik heb nog wel. Ik moet er wel een hoeveelheid gaan, ik denk. Nog een kleine halve ken. Ik ben even benieuwd hoeveel dat erin zit. Dus we hebben van de week flink kunnen halen op de jonge heide. Die staat hier nog steeds volop in bloei. Ik zag gisteren al dat er ontzettend veel verse nectar in de volken zat. Dit was een raam wat ik eruit wil gooien. Het is inmiddels leeg, dus dat sla ik straks af. Plakt van de propolis. Want propolis is de medicijnkast van de bijen. Daar dacht men vroeger anders over. Dan werd er geselecteerd op bijen die minder grote hoeveelheden propolis gebruikten. Tegenwoordig weten we wel beter. Nou, ik ben benieuwd hoe het broednest eruit ziet. Dit is een volk waar ook een stille boerwisseling heeft plaatsgevonden. Er liepen dus de vorige twee koninginnen in. Nou, dit raam is behoorlijk zwaar. Het kantraam. Zit vol met wintervoer. Er zit hier ook wel wat stuifmeel op. Ik zal het iets hoger zetten. Zo. En hier beginnen ze al te verzegelen. Het onderste gedeelte vooral, daar zit stuifmeel in. Hier zit ook volop met voer. Ik ga straks deze bijen nog even bemonsteren, want ze hebben een matige mijtval dagelijks. Hoort ook bij deze periode. De maanden september en oktober is de mijtenval het hoogste. Zeker als je geen bestrijding toepast. Het is een volken met kleine cellen. Ik heb het nog eens nagekeken. Ik zeg iedere keer op zo'n raam zit 8500 cellen. Maar er zitten op een dergelijk raam, de dant, met kleine cellen, 4,9, er zitten 10.000 cellen. Beide kanten samen dan. Nou, hier zit ook heel veel stuifmeel op aan de onderkant. Dit is ook het eerste raam waarin nog broed zit. Gesloten broed. Dat geldt ook voor deze kant. Ramen die er dus minder fraai uitzien qua uitbouwen of qua kleur, dat ze donker zijn geworden, die werk ik in het voorjaar meestal naar de buitenkant toe. Zodat ze uiteindelijk eruit gehaald kunnen worden en gewisseld. Ja, dit raam zit nog volop met gesloten broed. Ook veel broedcellen die open zijn. En dat komt wel overeen met de hogere mijtenval. Die zijn besmet. Die worden dan door de bijen gedetecteerd. Ik zal een voorbeeld laten zien. Ik zag hier een cel zitten. Die ze... Kijk hier, kun je duidelijk zien dat ze die cel opengemaakt hebben. Er zit een pop in met roze, rode ogen. Dat is een bepaalde fase in de ontwikkeling. En die worden dan geruimd, althans dat is de bedoeling als de VSH-eigenschap er compleet in zit. Maar dit is al een mooi uitgelopen broed. Even kijken hoe het zit met eitjes en larfjes. Ja, hier staan er volop eitjes in, dus de koningin is goed aan de leg. Dus dat ziet er gewoon goed uit. Nou, één zo'n raam, zeg maar, bruto is het 10.000 cellen, maar op dit raam lopen dus zeker 8.000 tot 9.000 jonge bijen uit, die voor merendeel, als ze niet
meer jonge bijen hoeven te voeren, worden dat ook de langlevende winterbijen. Uiteraard ook als ze niet geparasiteerd zijn door de mijten. Ook hier zie je veel gesloten broed. Heel veel stuifmeel aan de bovenkant. Deze kant is ook weer allemaal larfjes. Dus dit is ook nog een compleet raam. Met broed. Nou, je ziet hoe rustig dat de bijen zijn. Ik heb geen rook gebruikt. Een mooie test om de zachtaardigheid van je bijen te testen. Hou wel altijd een beroker achter de hand. Want dat heb ik ook hierachter. Die staat gewoon aan. Niets dat hij nog aan is. Maar hier zie je toch wel een beetje de... Laten we zeggen de het broedpatroon wat hoort bij een te sterke mijtenbesmetting. Hier zit ook weer gesloten broed op. Er zitten voldoende bijen op. Het volk zit op 8 ramen. Nou, met de hoeveelheid bijen, jonge bijen die nog geboren gaan worden, komt dit gewoon, dit volk komt de uitstekende winter door. Maar we kunnen dat natuurlijk blijven volgen. Nou, dit is weer een prachtige plaat met broed. Kijk, zo mooi het eruit ziet. Ook hier zie je dat er cellen zijn die, ik zag hier een cel. Even kijken hier. Kijk, hier zie je een cel met een heel klein gaatje. Deze. En deze, die op een rijtje liggen, dat is vaak het gevolg van een gang van een wasmotlarf. Die dan door de bodem van de cellen heen veet. Je ziet ook een cel met een gaatje. Je ziet ook 2 op een rijtje. Dus daar waar je gaatjes op een rijtje ziet zitten, is een wasmotlarf aan de gang. Ja, het ziet er toch prachtig uit. Plaat met broed. Hetzelfde geldt voor deze kant. Die zit ook helemaal vol met broed. Eens kijken wat hier te zien is. Kijk, maf hè. Er zit gewoon een verdikking van cellen en dan gaan die bijen gaan er gewoon bovenop zitten. Dat zijn gewoon lege cellen. Nou, dit is dus het 4e raam met broed. Dan tel ik dat eerste raam met een hele kleine stukje genees mee. Je ziet wel, er zit toch veel te weinig voer in. Dus, daar moet nog wel een hele ken met voer bij. Om die op het juiste gewichtsniveau te krijgen. Nou, dit is dan ook nog een raam met broed. En aan de onderkant zit weer wat stuifmeel. Deze kant is dus leeg. Dus dit raam, dat is uitlopend broed. Dat is uiteindelijk dus gevuld wordt met voer. Het buitenste raam is dan ook nog voer. Nou, dat mag ook wel, want ik zal hem even tillen. Kijken wat hij voor gewicht heeft. Nou, die zit ook nog niet vol, die wordt nog niet verzegeld. Die zit wel vol met voer hoor, maar niet helemaal. Ook nog voldoende stuifmeel. Heel een groot vlak met stuifmeel, dus dat gaat op zich wel goed. Nou, 5 volle ramen met broed. Dat is meer dan genoeg. Even uitgaande dat er 7.000-8.000 jonge bijen uitkomen. Meer dan plenty. En er moet nog heel veel gevoerd worden. Nou, de oude koningin heb ik niet gezien, dat is de gemerkte koningin. Dus mogelijkerwijs dat die al vertrokken is, of ik heb er over het hoofd gezien. En dan loopt hier alleen nog de ongemerkte jonge moer in rond. Nou, op zich is dat prima. Ik ga de kast verder afsluiten. En even een monster met bijen nemen. Kijken naar de mijtbesmetting. Het is aardig om dat te kunnen vergelijken met het dagelijkse mijtenval. En dan kan dit volk verder afgevoerd worden. Afgevoerd worden met invetsuiker bedoel ik dan. Oké, doei!
Nou, nog even een laatste check op die topkast. De horizontale spaarkast. Sommige mensen vragen wat er in die bodem in de dak zit. De dak zit dus helemaal vol met piepschuim. Ik denk 2,5 centimeter dik. 2 centimeter dik piepschuim. Dat heb je absoluut nodig om condensvorming tegen te gaan in de winter. Goed, nou, ga even kijken. Kijk, handig is met 2 plaatjes. Dat je ze zo op kunt klappen. En dubbel kan liggen. Als het goed is, ben ik hier klaar met inwinten. Dus kan het voerpak naar buiten. Ja, dit is inmiddels ook een stuk zwaarder geworden. Het zit helemaal vol. Ze beginnen het te verzegelen. Dus dit is bijna 2 kilo. Dit is 2 kilo. Echt zwaar zijn ze aan het verzegelen ook aan deze kant. Deze kant beginnen ze ook te verzegelen. Nou, en we hadden al gezien dat er al 6 ramen in zaten. Dus dit is verzegeld nu. De andere kant is helemaal verzegeld. 6 kilo. Dit is verzegeld van boven tot beneden. Deze is ook helemaal verzegeld. Hier is de raam met de spijker. Ook verzegeld. Andere kant ook verzegeld. Dat is raam nummer 5. Dit is raam nummer 6. Verzegeld. 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 Dat is nummer 7. Dit weegt licht. Het is wel verzegeld, maar het zijn hele ondiepe cellen. Deze kant is nog open. Die zit zit wel iets voer in. Maar dat is mooi de compensatie van wat er te weinig zit in die eerste 2 ramen. Dus we zitten nog op 14 kilo. Wat grappiger bij deze kast, omdat alle opslag die vindt plaats aan de achterkant. Aan de voorkant zit helemaal niks. Nou, dit is allemaal een broed. Prachtig broed. Kijk maar. Prachtig gesloten broed. Geldt ook voor deze kant. Is ook volledig gesloten broed. Ziet er heel mooi uit. Met een mooie krans met voer erboven. Hier zie ik de koningin lopen in de kast. Kijk, daar komt ze, wit nummer 41. Verschillende mensen hebben ook die jonge koningin zien lopen in deze kast. Dit is allemaal broed, open broed. Dit is weer gesloten broed. In het volgende raam. Dat is ook weer allemaal broed. Dat is een nieuw raam wat ik erin gehangen heb. Is nu compleet verzegeld. Hier zie je ook weer het verschijnsel dat een cel is opengebeten. Omdat hier waarschijnlijk een veroormijterfamilie in zit. Nou, deze wordt iets belegd. Maar veel cellen zijn er nog te ondiep. De koningin probeert het in ieder geval wel. Nou, ik zal nog 1 raam laten zien. En dat is weer allemaal broed, gesloten broed. Het is stiekem te kijken of ik die tweede koningin zie lopen. En deze kant is ook weer allemaal gesloten broed.
Nou, mooi. Volgende raam is ook weer allemaal gesloten broed. Dat laat ik lekker zitten. Ik heb dus nog 2, 4, 6, 7 ramen niet laten zien. Ik denk dat de buitenste twee aan de voorkant, daar zit gewoon helemaal niks in. Daar doen ze helemaal niks mee. Dat is een soort isolatiegordijn wat aan de voorkant van de kast zit. Waardoor de wind niet in de kast kan waaien. Uiteraard door die honingraten die een prachtige structuur hebben. Nou, er zit dus zeker 15 kilo voer in deze kast. Dus dat is meer dan voldoende. 14 kilo is in principe genoeg voor een eenbaksvolk. En als je echt twee volle bakken broedkamers hebt met bijen. Let wel, dan moeten beide broedbakken helemaal vol zitten met bijen. Dan heb je 20 kilo nodig. Nou, dit sluitbord mag zo wat mij betreft blijven staan. Aan de achterkant houden ze wat luchtruimte over voor luchtverversing. En zo kan die de winter in. Nou, dat was het. Oké, doei.